De zandafgravingen te Braamspunt zijn gisteren beëindigd. De vergunningen waren geldig tot en met 15 augustus. Volgens minister Gil Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen komt er nu een periode van evaluatie. Professor Stuwnat Naipaal en milieuactivist Erland Sleur zeggen aan Staarnieuws dat ze twijfelen of er echt gestopt zal worden met de zandafgravingen. Ze vrezen dat de vergunningen op den duur toch verlengd zullen worden. Het wachten is op de minister van NH om te weten wat het uiteindelijke besluit zal zijn omtrent de afgravingen.